De schoolorganisatie Studenten voor Studenten heeft gisteren een petitie ingediend bij het kabinet van de president. In de petitie is opgenomen dat veel jongeren de school niet kunnen bezoeken vanwege de verhoogde tarieven van bussen en boten, internet, inschrijfgeld, schoolkleding, brood en water. De trekker van de organisatie, Henk Sako, las een deel uit de petitie voor aan de directeur van het kabinet van de president. En dat is dus Ajay Munsi. Maar wij vragen u alvast als vader, zowel als president, dat alle studenten die zich nog niet hebben kunnen inschrijven, op maandag 26 oktober aanstaande met de school kunnen starten. Om het schooljaar 2020-2021 goed af te ronden. Wij leggen ons vertrouwen in UPA dat al deze zaken die wij hebben aangekaart, het liefst binnen 10 werkdagen tot uiting komen. Want u bent de man met de juiste pen. Met vriendelijke groeten, de schoolorganisatie Studenten voor Studenten, trekker Sako Heng. Dus middels deze geven we de petitie aan de president. We dragen het over aan u, of aan u als leden, directie, die hier staan, om dit te overhandigen aan de president, zodat studenten worden ook van Suriname. Wie dan ook. Studenten met een beperking of niet, dat zij maandag aanstaande kunnen starten. Het liefst maandag, maar binnen de 10 werkdagen willen wij bepaalde zaken opgelost krijgen. Dank u wel voor de directie. Wij nemen dit alvast namens de president als directie. En wij zullen dat voorleggen aan de president. En de president kennende zal hij zeker de zaken die zijn opgenomen in de petitie zeker aandacht aan besteden en we zullen zeker voor oplossingen zorgen. Er zijn wat oplossingsmodellen ook aangedragen door u, dat zullen we ook meenemen. En natuurlijk is het ook een deel van het ministerie van Onderwijs, het grootste deel. We zullen ook in contact treden met het ministerie, ja, natuurlijk de president en de ministerie. Nogmaals dank en u zult nog horen via ons over de verdere stappen die zullen worden genomen vanuit de president. Heel hartelijk dank. Thank you. Ajay Munsi, directeur van het kabinet van de president, en daarvoor Henk Sako. Hij is de trekker van de scholenorganisatie Studenten voor Studenten. De organisatie heeft een petitie ingediend bij het kabinet van de president om aandacht te vragen voor de problemen waarmee studenten te kampen krijgen vanwege de verhoogde prijzen.